Oké, ik ga weer naar buiten. Maat, waar? Ik moet gewoon weten waar. Film de trein, film de trein. Oh, kut. Hij gaat nu weg. Hij gaat nu weg. Nee. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Ik heb een probleem. Ik ben een weekendje weg, gezellig in Antwerpen. Maar ik ben mijn scheerapparaat vergeten. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin om weer een paar tientjes uit te trekken om een nieuw scheerapparaat te kopen. Dus ik laat gewoon mijn scheerapparaat vanuit Amsterdam hier naartoe komen. Joost is dus een scheerapparaat vergeten en heel toevallig heb ik die al bij me. What are the odds? Ja, het plan is, ik ben nu onderweg naar Amsterdam Centraal. Er is een trein die gaat rechtstreeks naar Antwerpen. Ik ga deze verstoppen in de trein. En dan is het aan Joost om hem zo meteen in Antwerpen in dezelfde trein weer te gaan zoeken. Als het allemaal lukt, hebben we dan die, wat is het, 2 euro verzendkosten bespaard. Maar we hebben hem wel bespaard. Oké, er gaat een trein over 10 minuten van spoor 15A. Ik had eigenlijk een puberale idee om nog even mijn ballen hier mee te gaan scheren. Daar is niet genoeg tijd voor helaas. Dus kom je goed mee weg, Joost. Godverdomme. Ja, het is ergens wel een spannend dingetje, maar ja, je gaat toch een soort van object verstoppen in een trein. Als iemand dat ziet en die ziet jou vervolgens weer de trein uitlopen, dan gaan er misschien wel wat alarmbelletjes af van, weet ik veel, misschien denken mensen dat het een bom is. En je mag natuurlijk niet filmen centraal. Van 4 wordt spannend. Oh, voel je die spanning? 15A. Uh-oh. We moeten natuurlijk ook zo'n ticketscan ding hebben. Shit. We moeten door die poortjes. Ja, de tijd begint te dringen. Ja, er staan overal mannetjes. Vraag het even netjes. Oké, het klinkt echt als een kakverhaal. Maar een maatje van mij die zit bij een trein. Die had mij gevraagd om dit even te droppen. Oké. Maar mag je op door de poortjes ook zo meteen weer? Kan zij mee? Zeg je? Ben je er zo meteen? Ja. 5 à 10 minuutjes. Nou, dat ging best soepel. Kijk, je kan heel moeilijk doen, maar je kan het ook gewoon vragen. Kijk, daar staat het. Antwerpen. Waarom vind ik dit spannend? Het is fucking scheerapparaat stoppen in een trein. Kijk, ze is te denken, hè. Ik kan hem natuurlijk tussen de bagage gooien. En dat is alleen wat lastiger voor Joost om te zoeken. In de wc valt hij misschien wel heel erg op. Ik zat ook denken, ik kan hem onder een stoel plakken, maar dan lijkt het helemaal alsof ik iets van een bom aan het plaatsen ben. Ik pleur hem gewoon ergens neer en dan zoekt hij het zelf maar uit. Dit is toch niet, dit is toch geen TGV? Ja, het staat op het bordje, dus zal het wel zo zijn. Helemaal kut dit. Oké, eerste klas. Ik moet het goed onthouden dit. Eerste klas. Stiltecoupé. Hier in de prullenbak. Hoe kan hij dit vinden? Eerste klas. Deur 3. Eerste klas, deur 3. Oké, die zit erin. Spannend. Nou, fijne reizen. Blokker scheerapparaat voor Joost. Fijne reis. Yo, komt goed. Zit mijn haar raar. Mati. Oké, nu moet je heel goed gaan opletten, want ik ga het je één keer vertellen en niet nog eens. Ben je er klaar voor? Jouw scheerapparaat ligt verstopt in de trein. Die trein is om 2:55 is hij weggereden uit Amsterdam. Er zijn 2 treinstellen. Ja, oké, er zijn 2 wagons, zeg maar. Hij zit in de voorste. Oké. Nee, hij zit in de achterste. Hou je bek. En eigenlijk moet je gelijk het eerste deurtje hebben van het wagon, van de wagon die daar voor zit. En die zit gelijk bij de eerste klasse. Oké, dit is het voor kutrebus, maar waar ligt die dan? Oké. dit is veel lastiger uit te leggen dan dat ik dacht. Laat me even uitpraten. Moet je ook gelijk de deur pakken. Ja. Waar die begint. Dus waar wagon 16271 ophoudt. Ja, de eerste deur. Dan heb je in de eerste klasse, heb je van die privéhokjes. Okay. Dan pak jij het eerste privéhokje aan de rechterkant en dan zit die in de prullenbak. Oké, in een prullenbak van het privéhokje in de eerste klasse. Dus die ene wagon voor die andere wagon en dan eerste klasse, eerste deurtje rechts in een privécoupé in de eerste klasse en dan zit hij in de wc. In de wc? Ik zou zeggen, succes! Goos! Oké, nou dankjewel hè. Volgens mij heeft Joost alle instructies gekregen. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal even duidelijk waren. Maar hij doet het er maar mee en anders dan, scheer je een weekendje je baard niet, joh. Ik bedoel, gaan we nou een keer ijdel doen? Het is echt
alsof ik in een spel zit of zo, toch? Alsof dit Wie is de Mol is. Zo'n gare opdracht. Wacht even hoor. Oké, Martijn heeft het op In City gedaan. Vanuit Amsterdam direct naar Brussel. En volgens mij is dat deze man. Sport 23. Deze. Dus wij moeten naar Sport 23. Dit is helemaal kut. Dit is oprecht helemaal kut. Want ik ga het niet vinden. Dat weet ik nu al. Ik weet nu al dat ik per ongeluk zwart ga rijden. Of per ongeluk. Dat kan je niet eens meer per ongeluk noemen, man. Oké, maat, we zijn bij Spoor 23. Misschien wel slim om ons tactisch op te stellen. Want hij zei volgens mij, er zijn twee wagons. En dan die trein staat ervoor. Dus je zou zeggen aan de voorkant, toch? Maar dan is de vraag, vanaf welke kant komt de trein? Oké, de cameraman denkt dus ook die kant op. Ik ook. Dus we moeten daar staan. Hij komt eraan? Oh ja, hij komt eraan. Top. Dus wij moeten zo ver mogelijk naar voren. Ik ga ook gelijk Martijn bellen. Nee, dit is hem niet. Dit is een ander. Maar hij komt dus wel van die kant. Dat is chill. Nice. Er is een kleine moeilijkheidsgraad bijgekomen. Want die trein die net voorbij kwam was natuurlijk niet mijn trein. Maar ik heb wel gezien hoe lang ze hier stoppen. 1 minuut. Dus ik heb geen idee waar het ligt. Maar 1 minuut heb ik de tijd om het te vinden. Ik ben een zware lul. Het gaat me niet lukken. Wij moeten naar 22. Die trein gaat vanaf 22 nu. En snel ook. De trein komt daar nu al aan. We moeten van spoor verwisselen. Ik dacht dat het spoor 23 was. Maar het is een spoor 22. Dus we hebben snel van perron veranderd. Ja, dit is hem. Oké, we moeten nu echt heel snel zijn. Echt heel snel. Eerste klas, toch? Vooraan. Oké. Fuck. Maar ik zie daar niet die hokjes. Kom. Hij gaat ook alweer dicht. Ja, we zitten echt verre van goed. Ik heb die cijfers niet eens kunnen zien. Heb ja, je volgens mij zit ik in de trein. Oh, je zit in de trein. Je weet dat de trein ook weer weggaat, hè? Ja, nee, dit is de trein die jij bedoelt. Maar shit, het is hier veel te druk. Wat ben je aan het doen, gast? Oké, ik ga weer naar buiten. Waar? Maat, waar? Ik moet gewoon weten waar. Film de trein. Oh, kut. Hij gaat nu weg. Nee. Ik heb nog net de trein ingesprongen, dus ik ben per ongeluk al zwart. Eerste klas lounge in de prullenbak. Daar zit een meneer. Oké, dat boeit niet. Jouw scheerapparaat ligt er, dus je loopt binnen, pakt hem en je loopt weer naar buiten. Dat was het hele idee. Ja, nee, dat weet ik, grappie. Als het goed is, dan ligt hier mijn scheerapparaat. Heb je hem? Hup, die trein weer uit voordat je zo meteen in Antwerpen of in Brussel zit. Ja, maat, ik kan de trein niet uit. Ik ben hem net nog ingesprongen voordat hij wegging. Ja, dus ik moet gewoon de volgende halte moet ik er weer uit. En dan weer de trein terug. Ja, ook voor kleine internationale transporten hoef je dus geen verzendkosten te betalen. Maar goed, als je niet snel genoeg bent, zoals ik, dan riskeer je dus een boete op zwart rijden. Maar goed, dat is weer een heel ander item. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Je kent allemaal wel, kommetje. En zeker abonneren, want we willen die 425.000 abonnees halen. En als we dat hebben gehaald, dan gaan Martijn, Niels en de Truffels. Ik wil het ook zien. Als jij het ook wil zien, druk even op de knop. En zie je volgende week gewoon weer. Later! Voor de kijkers die zich nu afvragen waar de Q&A is gebleven, die hebben wij verplaatst naar onze Instagram. Dus ja, ik zou ons eventjes gaan volgen. En dan kun je die gelijk bekijken. Dan hebben we nog leuke nieuws. We gaan namelijk elke dag live om 3 uur. Ja, corona, dus we zitten allemaal thuis. Dus we kunnen net zo goed met jullie gezellig een uurtje live gaan. Voor diegenen die ons nog niet volgen op social media, doe dat gelijk eventjes nu. En dan zien we jullie gewoon elke dag 3 uur stipt. Dag.